Hallo, ik ben Leon Elverding van de Raja Yogeschool Almere. Onze yogeschool is ontstaan vanuit een traditionele, authentieke, klassieke Indische leer. Onze school is daarbij tevens partner van de stichting Raja Yoga Nederland, welke staat voor de complete en de klassieke yogavorm in Nederland. Samen hanteren wij hoge kwaliteitsnormen. Daarnaast ben ik voorzitter van SIN, samenwerkende yogadocenten Nederland. En we zijn als school aangesloten bij de Internationale Yoga Federation. Wij bieden verschillende soorten yogavormen, onder andere Raja Yoga, Hatha Yoga, Yin Yoga, Restorative en Aerial Yoga. De 1-jarige basisopleiding, de 12-weekse Restorative basisopleiding, de 3-jarige docentenopleiding en de 3-jarige masteropleiding. Wij zien yoga als een ontmoeting met jezelf. Het gaat bij yoga om de persoonlijke beleving en de ontwikkeling van jou als persoon. En deze is altijd uniek. Yoga is een leerproces dat ons hele leven doorgaat, wat geen begrenzingen heeft dan de begrenzingen die je er zelf aan geeft. Yoga is een manier van invulling van jouw leven, een levensstijl. Stel jezelf eens de vraag: wie ben ik en wat wil ik? Door geconcentreerd aandacht te schenken aan ons lichaam zijn we in staat blokkades die zich door de jaren heen in ons lichaam hebben ingekapseld los te laten. Echter doet iedereen dat op zijn eigen tempo en tijd, waarin niet geforceerd mag worden. De energie kan er weer vrij stromen. Hierdoor gaan we lichtheid ervaren in ons systeem. Het denken wordt helder en de negativiteit wordt omgezet in positiviteit. Deze explosie van energie komt pas vrij na een houding en niet tijdens een houding. Door vanuit zachtheid en liefde te werken, zoeken we onze grenzen in ons fysieke en mentale lichaam op. We leren om te accepteren en om te gaan met onze fysieke en mentale beperkingen. De verschillende ademhalingstechnieken, de pranayama's, worden toegepast om ons lichaam en mind tot rust te brengen. We leren om te gaan met ons lichaam en het voelen en het waarnemen staat daarin centraal. Onze bewustzijn neemt hierdoor sterk toe en we leren op deze manier sneller naar ons lichaam te luisteren en dit weer effect heeft op de algemene gezondheid. Mentaal en emotioneel worden we hierdoor sterker. We laten ons dan minder snel afleiden door allerlei emoties, angsten en associaties die opgedaan worden uit ervaringen in ons dagelijks leven. Door yoga te beoefenen, verander je de aangeleerde gewoontes en ingeslepen denk- en gedragspatronen en dit brengt beweging in het fysieke en het mentale lichaam. Yoga verhoogt de spiritualiteit, de innerlijke tevredenheid, de mentale gezondheid, flexibiliteit en de verruiming in jezelf. De yogavormen en opleidingen die wij aanbieden zijn toegankelijk voor iedereen, of je het nu wil gebruiken als zelfontwikkeling of als docent. Echter, de opleidingen zijn tweeledig. Ten eerste om de kennis en de vaardigheden die ik op verschillende niveaus door de jaren heen heb opgedaan uit te dragen. Ten tweede om de westerse wereld vertrouwd te maken met de Oosterse filosofie en de lering achter de yoga. Het gaat namelijk niet alleen maar om de asana's en het mooie plaatje. Het is jouw proces. Wij hopen je graag in een van onze yogalessen of opleiding te mogen ontmoeten. Voor meer informatie verwijs ik u naar mijn website of Facebookpagina van Raja Yoga Almere. Namaste.